Welkom bij deze eerste aflevering van een serie screencasts die ik voornemens ben te gaan maken over Windows Server 2008. In deze aflevering starten we met de initiële configuratie na een standaardinstallatie. In een dergelijke configuratie doorlopen we een aantal onderdelen die van belang zijn voor een stabiele basisserver. Daarna wordt de server pas voorzien van één of meerdere rollen. De server die je hier voor je ziet is een Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 bits. De installatie is al gedaan en zelfs een aantal andere onderdelen zijn al geconfigureerd. Deze komen we vanzelf in deze screencast tegen. Na de installatie popt het venster wat je nu ziet automatisch op. Microsoft laat hiermee dus zien dat deze initiële configuratie belangrijk is. Het venster is in drie delen verdeeld, met elk een aantal configuratieopties. Op deze manier word je er automatisch doorheen geleid en daarmee voorkom je dat er iets overgeslagen wordt. Stel dat je dit venster per ongeluk hebt weggeklikt of je hebt een vinkje geplaatst bij de optie Do not show this window at logon. Waar vind je dan het venster weer terug als je het sluit? Door op start te klikken en in het zoekvenster het commando oobe.exe te typen, opent het venster zich weer. Oobe staat hiervoor Out of the Box Experience. Een handig commando om te onthouden dus. We gaan de onderdelen op deze pagina stap voor stap doornemen. Allereerst vinden we bovenaan de optie om Windows te activeren. Mocht je de installatie alleen voor demo of studiedoeleinden gebruiken, kun je uiteraard de activatie overslaan en zodoende gebruik maken van de 30 dagen probeertijd. Anders vul je de product key in en klik je vervolgens op Next. Daarmee start je een wizard die over internet een connectie maakt met een activatieserver van Microsoft. Indien de key in orde is, wordt Windows geactiveerd. Eventueel is het ook mogelijk de activatie via de telefoon te laten verlopen. In dit voorbeeld heb ik de activatie al gedaan, dus kunnen we door naar de volgende stap. De tweede stap is het instellen van de tijdzone. Deze kun je ook instellen tijdens de installatie. Niet iedereen let altijd even goed op het juist instellen van de tijdzone. Mocht je gebruik maken van meerdere servers, is het aanwezig zijn van de correcte tijdzone ontzettend belangrijk. Om authenticatie in een domein goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er bijvoorbeeld niet meer dan 5 minuten verschil in tijd is. In dit voorbeeld heb ik tijdens de installatie de tijdzone al goed ingesteld. Maar indien nodig, kun je deze hier wijzigen met de knop Change Time Zone. Aanvullend hierop is het ook belangrijk en handig dat de regionale instellingen goed staan. Deze settings zijn niet in dit configuratieoverzicht te vinden, maar wel via het Control Panel. Als je daar zoekt op regio, vind je vanzelf de optie Regio en taal. Hier kun je onder andere het format wijzigen, zodat niet alleen de Nederlandse tijdnotatie gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld ook de euro. Op het tweede tabblad kun je dan de locatie aangeven. Ook deze is erg belangrijk als er meerdere servers in het netwerk gebruikt worden. Zeker als deze servers zich op verschillende locaties in verschillende tijdzones bevinden. Dan gaan we terug naar het Initial Configuration Task venster. De volgende stap is het configureren van de netwerkkaart. In de informatie zie je dat het IP-versie 4 adres door een DHCP-server geconfigureerd is en dat IP-versie 6 geactiveerd staat. Allereerst ga ik IP-versie 6 uitschakelen, aangezien ik dat voorlopig in deze server niet ga gebruiken. En voor IP-versie 4 kies ik ervoor om deze statisch van een IP-adres te voorzien. Dat is gebruikelijk bij een server, aangezien je in principe wilt voorkomen dat er een onverwachte IP-wijziging plaatsvindt. In dit voorbeeld geef ik de server een privé C-klasse IP-adres 192.168.1.50 met het standaard C-klasse subnetmasker DKI 255.0.
De router bevindt zich op IP-adres 192.168.1.1 en ik maak voorlopig gebruik van een DNS-server die hier aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld ook de DNS-server van jouw provider zijn. In een volgende screencast, waarin ik DNS ga installeren en configureren, ga ik dit IP-adres hier weer wijzigen. En daarmee is dit netwerkonderdeel klaar. Dan de volgende stap. Het toekennen van de computernaam. Tijdens de installatie is er een random naam gegenereerd, welke je meestal niet wilt blijven gebruiken. In dit voorbeeld heb ik de naam al gewijzigd, zodat ik direct door kan met de screencast zonder dat de server een herstart nodig heeft. Met de knop Change kun je de naam eventueel wijzigen. Ook kun je de server lid maken van een domein of een werkgroep. Standaard is de server na installatie lid van de werkgroep Workgroup. Indien nodig kun je de naam hier wijzigen. Aangezien ik in een van de volgende screencasts Active Directory ga installeren, laat ik deze server voorlopig lid van deze standaard werkgroep. En daarmee hebben we het eerste deel van de initiële configuratie doorlopen. Vervolgens gaan we verder met deel 2, welke begint met updates en feedback. We kiezen voor handmatig. Allereerst ga ik bepalen hoe, wat en wanneer er gecontroleerd wordt op updates. Zoals we allemaal weten is het belangrijk dat de software up-to-date is. In dit voorbeeld staat de instelling op nooit controleren. De keuzelijst bevat diverse opties waarvan ik de derde ga kiezen. Wel automatisch controleren of er updates zijn, maar laat mezelf maar kiezen welke updates ik wil downloaden en wanneer ik ze wil installeren. Tevens ving ik de optie Give me recommended updates the same way ook aan. Onder Error Reporting kun je kiezen wat er moet gebeuren als er een fout optreedt. Aangezien deze installatie alleen voor demo-doeleinden gebruikt wordt, kies ik ervoor om niet deel te nemen. Om diezelfde reden neem ik ook geen deel aan de Customer Experience. Vervolgens kunnen we gaan controleren op updates. Voordat ik de opname van deze screencast begon, heb ik deze Windows Server 2008 al gecontroleerd en alle updates geïnstalleerd. Dit om nu tijd te besparen. Het laatste deel begint met de mogelijkheid om rollen en features te installeren. Een server kan één of meer rollen toebedeeld krijgen. Een rol is niets meer dan een kernfunctionaliteit. Dus de server kan de rol van directory server krijgen, of DNS, of file server, of DHCP server, of een combinatie van twee of meer. Een feature is een aanvullende functionaliteit. In een volgende screencast gaan we daar nog wat dieper op in. Wat ik nog wel wil configureren is Remote Desktop, waarmee we de mogelijkheid hebben om door middel van extern bureaublad vanaf een client of een andere server deze server op afstand te beheren. Standaard staat deze functionaliteit uit. Er zijn twee verschillende niveaus om deze te activeren. De onderste is de meest veilige, aangezien Network Level Authentication gebruikt wordt. Dit is een veiligere manier dan de middelste optie. Indien je een moderner OS hebt, zoals Windows 7, kun je beter Network Level Authentication gebruiken. In dit voorbeeld kies ik dus de onderste optie. Aangezien hier ook de firewall actief is en ik net aangegeven heb dat Remote Desktop actief wordt, krijg ik nu een melding over het toevoegen van het RDP-protocol over poorten 3389 als uitzondering in de firewall-regels. Anders blokkeert de firewall de connectie. In de firewall zullen we dat ook eventjes laten zien. Advanced settings. Vervolgens inbound rules.
En hier zie je dat een inkomende connectie middels het RDP-protocol is toegestaan vanaf elk IP-adres. Als we het hele venster doorlopen hebben, kun je ervoor kiezen om deze niet meer automatisch te laten openen. In dit voorbeeld zet ik hier ook een vinkje. Mocht ik het ooit weer nodig hebben, kan ik altijd weer met het commando oob.exe het venster weer openen. Als ik nu dit venster ga sluiten, zie je dat er automatisch een ander venster geopend wordt, de Server Manager. De Server Manager vind je ook standaard in de taakbalk terug. De Server Manager is een soort monsterconsole waarin je de meest voorkomende configuratie-elementen terug kunt vinden. En hiermee ben ik aan het einde gekomen van deze screencast waarin we de initiële configuratie van een Windows 2008 server uitgevoerd hebben. Wellicht tot een volgende screencast.